Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo op Aldi's Games. En vandaag gaan we weer lekker verder met Murder Soul Suspect. Ik wacht gewoon eventjes totdat jij het ging zeggen. Misschien zei je het ook wel, misschien zei je het ook helemaal niet. Maar dat doet er even niet toe. Vandaag gaan we weer lekker met Murder Soul Suspect in deze serie. Waar wij heel veel gekke mensen ontmoeten en geesten. En we zijn zelf een geest. We zijn zelf gewoon een geest. Nou, hoe vind je dat? En in de vorige aflevering zijn we hier gestopt. Bij dit meisje. En dat meisje was een beetje... Beetje gek. Beetje gestoord. Want we zijn natuurlijk nu ook in een mental hospital. Een mentaal hospitaal. Als ik het goed zeg. Ik weet het niet. Maar deze tekeningen die zeggen ons blijkbaar wat. Maar we gaan haar eventjes ontdekken. Oh. What the hell? She booted me out somehow. See if anything here can tell me what the hell is going on with this girl. Ik kan dus niet in haar zitten. Nou ja, kijk, ik snap het. Het klinkt verkeerd, maar hey, zo bedoel ik het niet. Nu moeten we wat clues verzinnen of vinden. What is Iris? Iris. Oh, Iris trying to communicate with this drawing. A wind chime burned at the stake. Het bel. Ik denk een bel. En wind chime. Ik denk deze. Nou, ik heb het nog goed ook. Oh, nu gaan we wat terugzien. Waarom ze dit heeft getekend. Oh, daar zit een bel. Nou, niet veel. Daar hebben we niet veel aan. Hebben we hier wat aan, jongens? Inspect. Oh, mooie krijtjes. Art therapy. Oké, en een bed. Lekker hoor. Oh nee, weet je, dit is zo'n plastic bed. En misschien heb je het ook zelf thuis. Ik vind het niet heel erg fijn als je een plastic... Volgens mij is het plastic hoor. Een plastic bed. Ik had het ook op kamp. En het lag zo niet lekker. En het was heet op kamp. En het, je snapt het wel. Gadver. Het is gewoon niet fijn. Troubled. Dus ze snappen het niet echt helemaal. Wat zien we hier nog in een mooi hoekje? We zien hier een mooie ventilator. Why won't this door open? Nou, ik kan er gewoon doorheen. Ja, doei. Oké, wat kunnen we nog meer zien? Talk. What does that mean? Blue eyes. Wolf eyes. Blue stare. Blue stare? Oké, daar wil ik even meer over weten. Iris was deeply disturbed by someone with blue eyes. Dus iemand heeft haar wat aangedaan. Of er is iets met iemand met blauwe ogen. Nu heb ik blauwe ogen. Dus misschien heb ik het gewoon gedaan. Oké, ik moet nog twee clues vinden. Like, hoe de hell ga ik dat doen? Moet ik even in deze toiletpot kijken of zo? I don't know. Hier zie ik een kitty cat. Maar dat is het ook niet. Wat hebben we hier? Oh, wacht. Wat staat hier? Determine what Iris knows about the bell killer. Oké. Analyse details. Oké. What is Iris trying to communicate with this drawing? Oh, dat moeten we hier ook nog even doen. Chased. En playful? Nee, happy. Happy. Because I'm happy. No. Dan moet het wat anders zijn. Chase was goed. Oké, dan moet het tournament zijn. I don't know. Oké, we gaan weer een stukje film zien. Oh jee. Zo hé. Hey. Zag je dat gebeuren, jongens? Ik wel hoor. Oké, kunnen we nu niet conclude investigation doen? Want ik heb letterlijk alles uit deze kamer. Heb ik... Oh, nee. Heb ik nog niet. Oké, deze twee mensen. What is Iris trying to communicate with this drawing? Ik denk... Two girls. Linked. Nou, ik heb het gewoon goed. En ik heb het niet opgezocht. Die meisjes hoorden bij elkaar. Dus... We hebben nu weer alles, jongens. Conclude investigation. Oké, we gaan nu zien hoe het is gebeurd. Waarom ze zo is. Of wat er aan de hand is met haar. Daar liggen denk ik haar zus. En dat is de belkiller. En die gooit heel veel benzine over wat hout. En dan weet je al wat het betekent. Uh-oh. Uh-oh. Straks is dat zusje gewoon nog vrij. Of nee, ik bedoel, is zij dat? Just run! Go! Leave her alone!
Oei. Uh-oh. Ik denk... Hoe zeggen wij dat? Of nou ja, dat meisje. Of gaat hij nu juist dood? Oh. Oeh. Oeh. No. No, dit is niet goed voor de ogen, jongens. Niet kijken. Oh, nee. Ah, de arme zus. I'm so sorry. Oh, nee. Rose saved Iris's life, but paid with her own. Bell killer's going after young girls. Well, what was it? What'd you see? Ik zag vuur. Poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but... Ah, dat is zo zielig. She couldn't return the favor. Leave us alone! Nou, er zit wel een demon in er. Niet leuk dit. Oh. Oh nee, het krijtje viel. En een vrouw, maar ja. Are you okay? Nou, ik denk het niet. Ho, nee. Uh-oh. Is ze dood? It's Rose. She has flames. She was possessed. I told you to stay back. Het is Rose en Iris. Nee! Orderlies. Meen je dit? So dead. Right, Iris could be the answer to everything. Help her, help her. Oh, ik heb de kriebelneus vandaag weer. No, you're not taking her. You want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. Oh nee, het is niet goed dit hoor. Nou, bedankt voor de deur. Oké, okay, ik zal jullie even uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Iris, of nou ja, dit meisje, is diegene die, of het is Rose, ik weet niet. Eén van die twee zussen die je net zag in dat kleine filmpje, die is weggerend. Of nou ja, de andere die had losgemaakt, zeg maar, en die is toen weggerend. Maar die had losgemaakt, die is toen wel dood gegaan. Dat is die geest die je net zag. En dit is dat meisje die is weggerend. Maar wat is er nou gebeurd? Het meisje wat dood is gegaan, dus dat meisje, die geest met die vlam en alles, die is in Iris gegaan. En daardoor kijkt ze heel raar en doet ze helemaal gek. Maar eigenlijk is Iris gewoon een heel normaal mens. Dus that's that, guys. Oké, okay, jongens, waar moeten we heen? Waar zullen we heen? Hey, zullen we gewoon even naar de café gaan of zo? I don't know. Oh, we gaan hierheen blijkbaar. Oké. Okay. Orderly. Possess. Ik moet even wat doen. Niet hiden. Ik moet hier wat doen. Oh jee. Oh, opeens gaat dat ding af. Haha. Nou, dat zal weer niet zo zijn. Kom op, guys. Rennen. Lopen nou. Oh, there we go. Ik dacht dat ik even weer met hun moest praten of zo. I don't know. Oké, okay, kunnen we gaan? Can we leave, please? Enter, ja. Yeah. Thank you. Oh, daar gaat ze hoor. Over here. In those shadows there. Coast is clear. Why do my worst nightmares keep getting way worse? Okay, let's figure this out. Thought I would never see this again. Aww. So what do you know about this contract? Nothing. Oh, come on. It doesn't make sense. So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with... demons. Demons! Nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. The way he did? He drowns one girl and burns another. And where have I seen that stake before? Okay. Where have I seen this stake before? Dus waar hebben we die... als ik het goed... Nee, ik weet niet of ik het goed zeg. Ik weet geen eens wat een stake betekent op dit moment. Is het niet die hoop met vuur? Of ik weet niet. Ik weet even niet meer wat het precies betekent. Sorry daarvoor. Maar als jij het weet, ja, 10 punten voor jou dan. Dan heb jij geluk.
Ik niet. Gala invitation. Oh, hier zien we hem gewoon, toch? Kijk op het plaatje even, jongens. Bij het bolletje waar ik nu dus draai. Daar zien we hem gewoon. Nou, ik heb het gewoon goed. Nou, ik heb het gewoon goed. Look, get Iris to the church. Make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Okay, come on, Iris. Iris. Mijn nicht heet Iris. Fun fact. Alright. Now what the hell does a museum gala have to do with Rose's murder? That's the question. Investigate possible bell killers. Survivor at asylum completed. Oké, we hebben weer een missie gedaan. En nu gaan we een andere investigation doen. Genaamd Investigate the Gala for Links to the Bell Killer. Dus we gaan nu een gala onderzoeken. Om wat meer informatie te krijgen over de bell killer. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ik ben weer benieuwd. Daar gaan we gewoon. There we go. Geronimo. Oké, there we go. We mogen lopen. Get to the Asylum History Museum. Moet ik daarheen? Hallo, ik moest toch naar de kerk? Ik weet het niet meer hoor. Ik loop hier gewoon doorheen. Ik ben er wel klaar mee. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet waar we heen moeten, precies. Maar volgens mij moeten we hierheen. Richting Salem History Museum. Oh, nu is het weer hier in loop. Dat vind ik wel een beetje vervelend. Maar ook aan de andere kant vind ik het wel een beetje goed. Zo van dat we gewoon steeds stapje bij stapje gaan lopen. Er staan hier zoveel mensen, hè? Like, hallo, kijk hoe laat het is. En het lijkt heel koud. En dan ga je het allemaal gewoon doen. Nou, ik snap het niet hoor. Ik ga hier lekker naar binnen. En of je mee wilt of niet, dat moet je allemaal zelf maar weten, hè? Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders. All these murders, zie je het staan. Ik moest hem even op stilzetten, sorry. Ja. Town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Oh, fancy. Misschien is het daarom hier een beetje druk. Er is een gala. In het museum. Nou, Geertje. Nou. 10 punten voor Gryffindor als je weet waar dat van is. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of 7 of your own children, whom you claim were taken by four... Even stop hoor. Is dit een gala-feest? Of een gala? Ik weet niet wat ermee moet zijn, maar dit ziet er niet goed uit, jongens. This freak show better give me some answers. De freak show, inderdaad. Zo noem ik het ook even. Like, hallo. Kijk wat hier gebeurt. Er staan allemaal enge kaarsen hier aan. Mensen in enge kleren. Nou, niet enge kleren. Hier, kijk wat hier hangt. Kijk wat hier staat, bedoel ik. Een freaking... nooit zo'n ding. Een strop. Nou, en deze gast die denkt van... Would you like to have a drink, please? Would you like to? Kijk. Nou, dit is een heel leuk gale feestje, hoor. Wil je een wijntje? En ondertussen kijken we even naar een moordwapen of zo. I don't know. Jeetje, gast, doe eens normaal. Oké, nu ben ik best wel benieuwd wat alles hier allemaal is. Maar hier is letterlijk helemaal niks. Leuk hoor, maar hier ligt wel een collect. Witch trial history. Oh, we kunnen weer een verhaaltje hier fixen, jongens. Trouwens, we doen altijd als we op een locatie zijn, kunnen we zoiets krijgen. Als we dat hele, zeg maar, verzamelen, die dingen die we hier dan vinden. Maar dat hebben we nog in één keer gedaan. Helemaal gevonden. Nou, hé. Demonenplek. Er zijn geen demonen hier gelukkig. Maar wel demonenplekken. Maar dat geeft helemaal niks, want ik kan er gewoon doorheen. Kijk, hier liggen weer zoiets zeker. Reveal. Hier ligt een steen. Terror on the tracks. Ik heb er 14 nog nodig om het verhaal te weten. Van een freaking steen. Nou, wie wil het stenen... Wie wil het nou niet horen? Het stenen verhaal. Like, hallo, dat wil toch iedereen? Hey. High five.
Oké, we kunnen hier wel even heen. Kijk, dat doen we gewoon even via dat. Oh, hier ligt nog een steen. Nou, ik ga lachen als we er nog 13 vinden. En dat we het dan gewoon doen. Oh, met hem. Oké, kijk, ik kan ook gewoon dit doen. 3, 2, 1. Oké, het kan niet. Grapje. Ik denk, ik ga even fancy pansy. Eventjes gewoon even. Nee, mondje dicht. Even teleporteren, maar het kan dus niet. Oké, we moeten hier dus 7 clues gaan vinden. Om meer te weten te komen voor de Bellkiller, jongens. Dus laten we dat maar eventjes gaan zoeken dan, denk ik. Kijk, dit is een mooie foto. Oh, nu laat hij wel. Want daarnet was het gewoon een lelijk grijs wrak. Niet mooi hoor. Hier liggen stenen. Focus. Crack. Nou, ik heb het niet goed. Ik heb, ik heb iets nodig om dat te weten. Nou, boeit me helemaal niet. Jongens, ik ga hier even op staan. Zo. Zo, mooie achtergrond. Jongens, dit was de aflevering voor deze keer weer bij Murdered Soul Suspect. Ik hoop dat jij het een leuke video vond. En ze ook leuk vond. Doe het dan nog steeds gewoon eventjes een duimpje omhoog. Dan kan ik zien dat jij dit een leuke video vond. En dan gaan we in de volgende aflevering gaan we weer lekker verder hier in dit gekke freakshow-achtige museum. Beetje gek en alles. We gaan het allemaal meemaken in de volgende aflevering van Murdered Soul Suspect. Ik hoop dat ik jou daar ook zie. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken en bye bye.